van de Mekong River. Ik heb jammer genoeg geen geld voor een planga van Cartier, maar gelukkig als troostprijs. Gelukkig is er koffie uit het Emporio Armani Café. Wesh Designer Café, een kahwa. Recht tegenover de store, bro, ze hebben de Starbucks gefinest. Op de croissantjes heb je framboosjes. En de zakjes suiker zijn ook van gemerkte Armani's. Min rahi alhamdulillah ribellami ho ho. We getting A-Rap money for the first time, bruv. A-Rap money. Celle-ci c'est une spéciale pour Melosa. Une dosa. On va manger indien les frangins. Chicken curry. Jawohl. We kunnen weer snaps maken. De site voor nu wordt opgeladen. De tiki masala is verorberd. En de A-Rap flows ligt op tafel. Wat ga je ermee doen, mami? Water? Water? Schmet. Hier is de quiet area. Stil is. Ik toon jullie mijn home cinema. Mijn home cinema staat altijd op Al Jazeera. Sowieso. We volgen het nieuws in Palestina op de voet. Leg er met iemand uit waarom de stoelen zo staan. Hebben ze gelijk meegedaan aan The Voice. It's time to catch our last plane. Ben je klaar voor de laatste zes vliegen? La caca. Wow, een mooie bar. Rode rozen op tafel. De VIP is sal. Maar jammer genoeg niet aan ons besteed. Het is tijd om meer gehandeld te worden. Naar de laatste rij. Economische klasse. Hier zit de geluksvogel van de economische klasse. Geen geluk deze keer. Joey, hoeveel geld heb je mee op deze reis? 40k? Ik 40 jonko's. Er is gratis oasis. Kijk, hier kan je gewoon je oasis opvullen. Ze hebben aan de derde reis gedacht. Oasis, on est bien la famille. De toiletten zijn heel laag. Ik ga me moeten bukken. Dat gaat mijn eerste klusje zijn. Wesiba, squatsa mate. Een directe welkomstcadeautje. Kijk, er is iemand zijn tax-free shit vergeten. Maar hier stelen we niet, hè. Karma is alles hier. Ze zeggen het nog. Rare piscine. Oké, mami, eindelijk aangekomen. Wat is je bedenking? Ja. Gepakt en gezakt. We zijn doodmoe, kapot, niet geslapen. Nu gaan we geld gaan wisselen. We gaan ze boeken als onze bagage is toegekomen. En we nemen de shuttlebus, dus we reizen verder. Geen taxi, de shuttlebus naar het centrum. En daar zoeken we een hotelletje. Nice, dit winkelkarretje is veel flexibeler dan een zaventem. Kijk, hoe is het, man? We draaien de roulette mee. Vas-y, mami. Fichola. Kijk, dit is reclame voor de o zo heilzame en gezonde cordyceps. Ouais, c'est bon. Erawan, welcome to Thailand. En de metro betalen met jetonnetjes van de kermis. 1 euro per stuk.
naar de dijk. En de dijk de oef. De oef. Ja, en plots ben je hier omsingeld door 10 vrouwen. Ook dit is Thailand. Kijk het contrast, jullie. Het prachtige skytrain. Met matje en zo. En dan heb je hier de slums. Waar de haan maar 3 keer moet kraaien. En de ganzen lopen daar totdat hun lever eruit wordt gepakt. Foie gras, Debi. Echt waar. De kloof tussen arm en rijk is gigantisch hier. Wits is hij doen. Wee, de traffic jam. Jam. En onze vriendjes van Lees zijn weer van de partij. Het is geen krokkie als die biet is Lees. Kijk, je hebt 3 smaken. De original, zuur. Dan extra barbecue met shrimp. En mijn lieveling met zeewier. Lees met zeewier, bradas. Ik ben weer in het Walhalla terechtgekomen. Wachtend op het perron, de skytrain, de goedkoopste manier om naar de stad te gaan. Kijk, dat ben ik daar, de finesse. The gates are open. Wauw, Joey, dat is echt mooi. Een passieve vrouw in een actieve metrostation. All I want for Christmas is you. Wauw! Dit is de meest kerstversierde lift dat ik ooit gezien heb. Welkom, welkom, welkom. We zijn gefinest. We dachten dat het een fitness ging zijn. Maar we moeten ons tevreden stellen met de swimmingpool. Is dat zeg wat? Dit hotel is niet om over naar huis te schrijven, maar we hebben wel een persoonlijke tempel. Wie kan dat zeggen? Een persoonlijke tempel met pool en uitzicht op de skyline. En dan zie je hier de typische Thaise taferelen. Schattig. Het kotsende kindje. Daar zou je zeggen dat ze in de kont wordt genomen. En dansende leuke kindjes. Welcome, welcome, welcome. Kijk, de no-touch zone, gewoon de force. Putain. Ik ben een Jedi geworden hier. Ça zigzag. Le Bayoké Tower, le plus grand. Alle geuren en kleuren van taxi. I want an orange one, bro. Ce taf dur comme des nichois. Waar is mijn Yui? Yui! Yui! We gaan vandaag offeren. Offeren aan Ganesha. Voor succes of aan Arawan voor liefde en gezondheid. Dit is ook belangrijk, dus geen cap. Vergeet soms stil te staan bij het leven, vergeet dankbaar te zijn. Schenk vergiffenis en sta vooral stil bij wat er allemaal gebeurt in Palestina. Daar waren vandaag mijn gedachten bij. Dit is een van mijn lieveling drankjes, een echte elixier. Die zet je zo weer op zwier. Het is een mix eigenlijk van lokale honing. Samen geperst met limoensap en dan nog naam soda, spuitwater. Juicy, fresh. School? Doe ze maar eens vol. En dat is ook zo typisch Thais, kijk, random. Een zakje mango's met erop een pak Louis Vuitton sjaal en een Hello Kitty tasje. Met wie weet daarin. Ik wil in deze coffeeshop werken. Juicy Bunny. Dit is de cinema. Oui, c'est bon. Illuminati-kerk. Wauw, ik word duizelig. Dit La Famille is hier de beste barbershop. 500 baht voor een haircut, maar vertel me waarom. Waarom verpatst die man lange blaadjes? Duurt het zo lang om je te knippen? Ik geef toe, die doet wel traag. Die ziet er wel rode ogen, fully fendi uit. Naast het heilige Halouf Café. Het heilige varkenscafé. Heb je de Holy Tiger Café? We zullen er eens in bek schuiven.
Hey tijger. Brothers, je hebt hier al dat eten, maar als je mij te veel keuze geeft, dan raak ik er niet uit, bro. Wat me meer aanspreekt is dit loesje straatje hier. Ik hoop dat dat niet de achterkant van een restaurantje is. Ja broer, ik eet niet tussen de toeristen, man. Ik eet tussen de locals, man. Ik ben ook een local, ik ben echt de Thai. Ik eet mijn eten niet graag Thai, maar ik eet graag tussen de Thai. Dat heb ik graag. De gember is al gesneden voor mij. Die ligt klaar. Gember en galangal, je suis bien. Extra portie, alsjeblieft. Hier moet je getraind zijn op voedselvergiftigingen, Matthijs. Ik heb mijn vriend gevonden, namelijk een biobar, weliswaar. De biobar, weliswaar. Shibjala. Alles is organisch gebouwd. Super healthy, bro. Maar wat is die bloem? Die bloem die intrigeert mij. Thailand's finest cannabis budget. Wesh. Durban Poison, White Widow, New York City Diesel. Ils sont chauds. Honey tree. No lemon trees, but honey trees. En kijk, dat space cakejes. We like it organic, bruv. En we hebben nooit. Het is overal, we hebben dat nu met natuurlijk te maken. Zelfs die juicy blunts uit de nachtwinkel. Ondertussen zijn we besteld niet met wiri, niet met brood, maar met een goede oude koffersnoerbrood. Die is echt rempli. Bro, help me hieruit. Ik ben in een K-pop winkel terechtgekomen. Ik dacht dat ik hier een prek ging kunnen kopen, maar het is enkel dingen van K-pop. Team BTS. Jullie, als je me één schoen naar mijn hoofd wil smijten, dan mag het met deze zijn. Een lekkere wollen Balenciaga. JB het wax. En Optimus Prime. Oh nee, het is Gundogan. Van Siam Center gaan we naar Siam Paragon. Voor die parabroers. Hotel de luxe, la France est jamais très loin. En regardez ce sapapa, y'a quel sapin de Noël. Louis Vuitton, ça flexe la Christian Dior. Que du designer, frère. Brada, ik heb een man hem gezien. Zijn hoofdfunctie was gewoon Chanel sprayen. Die sprayde zo Chanel overal langs de winkel. En hij had er nog plezier in ook. Waarom zou ik nog op de Champs-Élysées traineren? J'ai jamais traîné sur les champs. C'est pas pour moi ça. Ouais, c'est bon cette avenue. Mami, kijk hoe fancy die toiletten. Van alles maken ze een kunstwerkje. Zelf die vrouw. Wesh. Mensen zeggen dat ik te veel snaps maak op toilet, maar kan je onthouden zulke toiletten? Ik voel me in de Matrix. Ouais, c'est bon. Very satisfied. Oh nee. Het geslachtssymbool heeft ook een alternatieve pose gekregen. Kijk, zij neemt een beschaamde, verlegen, giechelende houding aan. En hij neemt een nonchalante plashouding aan, de zatte pisser. Wat die stappende plant daarbij moet voorstellen, dat vind ik zelf maar een beetje pervert ook. Looking ass, voyeurs, get sans easy. Wesh, deze plaats bruist van creativiteit. Ik neem jullie mee. Nothing is waste until you waste it. Capice? Kijk. Een traffic jam in de Ghost Tower. Gerecycleerde glazen en bloemen. En hier neem ik jullie mee naar de Separate Trash. Een tentoonstelling uit Wereldoorlog 1. Oui, c'est bon. Ça, c'est quoi cette ville de malade, frère? Et si je vais niquer leur photo pour faire mon snap? Wesh. Il est marrant, non? Titi défoncé. Ik heb eigenlijk niets meer te zeggen. Niets meer.
Ik kan geen pap meer zeggen. Daarom zeg ik pa. Ik heb zo koud, bro. Koud, niet goed. Ik heb niet geslapen. Ik ben al sinds maandag snaps aan het maken. We zijn vandaag... Zijn we nu woensdag of dit? Afvoer, besef. Dus maandag gaan werken. Maandag om 2 uur 's nachts vertrokken. Dinsdag hele dag gereisd. Niks geslapen. En vandaag toegekomen om 6 uur 's morgens in Bangkok. Niet voor de vroege chef, nee. Gewoon om je trip te beginnen. Is te die shui morgen. Dus ik raak niet meer uit mijn woorden. Tjallas. Je ziet me terug als ik beter ben.